Ik ben Robert Elbers en ik ben hoofdkleding in het Beatrix Theater bij de productie Tina Turner. Kostuumtechnisch een heel interessante show. Een Tina die ongeveer 19-20 outfits aan heeft. De ene keer met een jas, zonder jas, een jasje, een wissel. Dan hebben we natuurlijk een Ike en andere rollen. Er zijn ook stukken die vintage gekocht zijn. Maar gemaakt zitten we ongeveer tussen een 1200 en 1500 items. Tina die heeft in totaal 19 wissels, waarvan er bij ons bijna de helft door ons gedaan wordt. En de rest wordt onstage gedaan. Doet zij zelf, maar wordt ook door collega Kast onstage gedaan. Wij zijn iedere avond met 5 man een route aan het lopen, zoals we dat noemen. Dus ieder heeft zijn track. Tina had wel heel veel beeldmateriaal, maar het is natuurlijk niet zoals in deze tijd met social media's dat er toen al Instagram en alle YouTubes was. Dus veel is van foto's, alleen veel foto's in zwart-wit. Dus er werd heel erg gekeken ook naar hoe zij dat zich kon herinneren. Onder andere heb je de Las Vegas Tour als zij solo gaat. En daarin draagt zij in de show, hebben ze voor haar gemaakt, een jurk. Maar Tina zei toen het in Nederland kwam van... Ik droeg nooit hetzelfde als mijn dansers danseressen, dus er moet wat anders voor komen. En daarbij droeg ik eigenlijk nooit zwart. We hebben hem de naam gegeven Vlammenjurk, omdat het natuurlijk toch een beetje een inferno, disco inferno, een inferno neerzet. En het mooie is dat als zij opkomt, dat alles natuurlijk lekker beweegt tijdens zo'n dans. De Coda jurk, zoals die genoemd wordt, dat is er eentje met strass. Die wordt eigenlijk met de hand helemaal bestrast met Swarovski's. En dat gaat ongeveer per 10 centimeter 4 uur. Dus daar zitten een aantal dagen tot weken in werk. Ja. Een look die Tina Turner in 1980 echt wel beroemd maakte als solo-artiest. Dat is en het rode jurkje van leer en we hebben het zwarte jurkje van leer met het spijkerjasje. Wat echt wel een look was die in de jaren 80 tijdens concerten en optredens het meeste was. Dus die is misschien wel als look het meest bekende bij heel veel mensen.